België is een internationaal gereputeerd modeland. We hebben een rist beroemde modeontwerpers zoals Olivier Strelli, Nathan, Dries van Noten, een Walter van Beirendonk, Dirk Beckenberis, Dirk van Zanen of Martin Margiela. Maar ook jongere sterren zoals bijvoorbeeld Chris van Assen, Raf Simons of Stijn Helzen, Veronique Branchino of nog Xavier Delcour en A.F. van de Vorst, naast nog vele anderen. Naast deze individuele topdesigners zijn er ook heel sterke mode-entrepreneurs aan het werk in ons land. Deze mannen en vrouwen zijn geen creatievelingen, maar eerder goede zakenmensen met een neus voor textiel. En sommigen scoren ook heel goed in het buitenland. Zij zijn niet bezig met haute couture of haute prêt-à-porter, maar ze brengen wel mooi gestileerde kleding met een aantrekkelijke prijs. We noemen de belangrijkste merken uit dit modegamma: Chine, Gig, Mer du Nord, Les Hommes, Xandres, Hampton Bays, Scapa, American Outfitters, Belrose, Essentiel en Caroline Biss. Move On TV had een ontmoeting met het ondernemersduo Anne-Christine Boekaert en haar echtgenoot Bart Zalen van Caroline Biss. Caroline Biss haalt een omzet van 23 miljoen euro met 18 eigen winkels, waarvan 5 winkels in Nederland en 1 winkel in Frankrijk. Het merk staat voor no-nonsense vrouwenmode. Het is dan ook opmerkelijk dat de Caroline Biss winkels succesvol ingeplant liggen naast top fashion stores zoals Hermès, Armani of Max Mara. Voor de geschiedenis van het merk Caroline Biss gaan we eigenlijk 45 jaar terug. Toevallig ook de geboortedatum van mezelf. Dus het bedrijf en ikzelf hebben dezelfde leeftijd. Opgestart eigenlijk als productiebedrijf in de tijd. En geëvolueerd deze dagen naar een echt modebedrijf. Dus toen waren wij een fabrikant van dameskleedjes. En ergens in de jaren 80, het modebeeld is dan ongelooflijk veranderd, zijn we geëvolueerd naar een modebedrijf die een total look collectie op de markt heeft gebracht. En zo zijn we verder blijven evolueren en de laatste evoluties die opgestart zijn in de jaren, eind jaren 80, is eigenlijk ook gaan doorgroeien naar een retailer. Zodanig dat wij vandaag zowel ontwerpen produceren als ook op de markt brengen. En dit in multimerkwinkels in binnen- en buitenland en ook in 18 eigen boutiques. Dus als u mij vraagt naar collega's, concurrenten op de Belgische markt, dus Belgische merken, dan spreek ik eigenlijk veel liever over collega's dan over concurrenten. Want als wij een winkel, ergens een multimerkwinkel selecteren, dan is het ook zo dat wij graag tussen gekende en goede collega's aanwezig zijn. Dus dat is niet concurrerend, maar is versterkend voor ons merk om tussen de goede merken aanwezig te kunnen zijn. En als u mij concrete namen en zo vraagt, ja, we zijn met een aantal de laatste jaren, er komen ook altijd wat nieuwe merken bij. Olivier Strelli is een gevestigde waarde sedert jaren. Xandres is ook heel lang reeds op onze markt aanwezig. Gige, Brewfields, sedert een... Ja, wat recenter is een Essentieel daarbij gekomen. Dus dat zijn zo wat de merken waar wij ons kunnen mee meten, zou ik zeggen, op de Belgische markt. We
Wel, als we kijken hoe de markt vroeger was en hoe die vandaag is, dan valt ons toch op dat vandaag de collega's of concurrenten, zoals dat je het zelf wilt noemen, eerder binnenlandse collega's geworden zijn. Dus er is een moment geweest, en dat is misschien 15 à 20 jaar geleden, dat we overstelpt werden hier in België door de Duitse traditionele merken, de Lorels, de Escadas en zo verder. Nog een aantal Italianen erbij, de Max Mara's en nog een paar Franse merken, sommige Franse merken die bijna volledig van de markt zijn verdwenen, een Georges Riche, Franse merken die vandaag er wel nog zijn, een Gérard Darrel bijvoorbeeld, maar toch heel veel, en dat zien we ook bij de multimerkwinkel, heel veel Belgische collega's op dit moment in de Belgische winkels. Wij verzorgen onze producten zoals de Haute Prêt-à-Porter ook zijn producten gaat verzorgen. En dat gaat van ontwerp over productie tot en met de distributie. Als u mij zegt, jullie zitten op een aantal toplocaties. Inderdaad, in Amsterdam zitten wij in de PC Hoofdstraat naast Hermes bijvoorbeeld. In Brussel zitten wij in de Avenue Louise met onze winkel. Daar zijn we gelegen tussen Max Mara en Gérard Darrel. Huidevetterstraat, Antwerpen en zo verder. Knokkenzoet op de Kustlaan. Dat zijn allemaal toplocaties. Maar we beperken ons niet tot die toplocaties. We werken met topmodellen. We werken met topstoffen. Dus de stoffen die wij verwerken, die worden evengoed bij ons verwerkt als bij de Haute Prêt-à-Porter. Maar heel dikwijls krijg je het etiket Haute Prêt-à-Porter opgekleefd, omdat je dan ook echte haute couture merken hebt, dus een Dior die ook een collectie brengt die wat toegankelijker is en die dan het etiket Haute Prêt-à-Porter krijgt opgekleefd. Here, here. Oh.